Yo mensen van School Games, mijn naam is Jeroen en vandaag ga ik Pokémon DLC Crown of Tundra opnemen. En voordat we daarbij beginnen is, ik ga nu richting die appel, kan je dat zien? Wacht, nee. Je moet iets verder om het te laten zien. Er is zo'n rode boom, ja. We gaan naar die boom en dan zie ik jullie daar. Oké, we zijn nu bij de boom. En bij die boom gaat er iets gebeuren. Ik heb een beetje research gedaan hiervoor, want ik wil natuurlijk, ik vind het wel belangrijk om deze DLC natuurlijk uit te spelen. Dus daarom heb ik dat gedaan. En even kijken. We moeten hier nog even een beetje rond. We moeten richting die, bij die boom komen, want dan gaat er een speciaal evenement gebeuren. Oh, die moeten we ook even ontwijken. We moeten even alle Pokémon's dodgen. Ah, daar. Yes. Nu gaat er iets gebeuren, als het is. En ik ga niks zeggen wat. Want het is heel vet. Eenmaal bij de appelboom gekomen. Zie je ineens... allemaal vruchten. En er komt dus een vogel van de verte. En hij neemt een hapje. Oeh, en hij kijkt ons aan, die vogel. En daar komt Zapdos aan. En die valt Moltres aan. Maar dit zijn speciale Moltres. Een Moltres ziet er normaal nooit zo uit. Geen idee hoe. En daar komt Articuno ook mee bij als steurt. Als derde gozer komt hij ook even aanvallen. Toen kwam in één keer mijn camera. En toen waren ze gestopt. Want hun wilden niet gezien worden, dus gaan ze allemaal hun plekje naartoe. Zapdos gaat naar de andere kant. Articuno gaat richting die Crown Shrine, waar we vorige aflevering waren. En Moltres, die kan je volgens mij... Nou ja. Piep piep. Allemaal nog die apparaat. Oh. It's me, Pony. Ja, dat is die ene meneer. Maar ja, er waren drie vogels. Eentje ging naar die kant. Eentje naar Iron Armor, dat is waar. Zapdos gaat... Nee, wacht. Zapdos komt in de plek dat wij... in een normale gebied, waar wij ons hele avontuur hebben beleefd. Wij Sword en Shield. Ik bedoel, gewoon bij Shield, die hele... reeks in die regio. Daar komt Zapdos. Moltres die komt bij Isle of Armor terecht. Dat is een andere DLC die in de zomervakantie kwam. En ja, en de Articuno die kan je bij de Crown Shrine vinden. Die moeten we nou achterna. Dus ik zie jullie wanneer ik daar eentje daarvan heb. Kijk, nu moeten we achter hem aan. Dit is de eerste. Dit is Zapdos. En we moeten met onze fiets moeten we achter hem aan. Maar die gas is mokersnel. Kijk, daar is hij hoor. Oh, daar gaat hij. Jeet. Die vogel gaat als een Hamilton, joh. Niet normaal. Oh. Maar ik kan hem echt niet eens volgen. Ik moet proberen om hem... achterna te gaan. Alleen met de fiets gaat het. Normaal ga je al met de fiets heel snel. Oké, we zijn er bijna. Oh, kom op. Oké, hij gaat weer andere kant op. Daar gaat hij hoor. Wat? Hij gaat als een speer. We moeten hem. Waar is hij? Gaat hij de andere kant op? Ah. Oké, kom dan. Hier. Yes. En nu moeten we proberen te vangen, de Zapdos. Hij ziet er echt gigantisch vet uit. We hebben ons Etonus. Dus Oké.
Brein met puls. Oké, okay, yes. Drill peak. Oké, okay, ja. We moeten hem nog één keer aanvallen. Oh nee, ik heb hem verslagen. Dat is niet mijn bedoeling. Dan moet ik weer opnieuw. Ja. Yes, eindelijk man. Potver. Eindelijk. Yes, dames en heren, we hebben Zapdos na 5 keer of zo. Ik ben echt klaar mee. Echt, het is de 5e keer dat ik hem al doe. Nu pas werkt hij. Yes. De Zapdos. Fight in applying. Nee. Wie gaan we veranderen? Ah, die mag weg. Kijk daar, daar is Moltres. Kom hier jij. Waar brengt hij ons allemaal naartoe? Yes. Mooi, nu moet ik tegen de tweede en dat is Moltres. En die zit in de Isle of Armor DLC. Kom erop jij. Yes. Ja, maakt niet uit. Yes. Yes. Oh, wat? Oké, okay, daar word je alleen maar sterk van. Ik ben benieuwd wat die van de ringpuls doet. Oké, okay, yes. Nu. Oeh. Autorabal. Oké, okay, kom op. Nee, is het er weer zo in? Kom op. Nee! Wat kan het? Tweekoen, kom op. Lekker hand. Kom op. 1. 2, 3. Yes! Ik heb Moltres. Dit is de tweede die we, ding die we hebben. Dus dat is de tweede legendary. Naast Zapdos heb ik die dus. Yes, mooi. Oké, okay. Nu moeten we er nog eentje. En dat is bij Isle of Armor zelf. Yes, dan zegt dat we die hebben. Nu moeten we alleen naar Isle of Armor. Dus ik zie jullie bij de Isle of Armor. Ah, hi. Oké, okay, nu moeten we gokken. Een van de drie is hij. Oké, okay, we gelijk het goede. Ah, oké, okay, daar komt die wild Articuno.
Nee. Yes. Yes. Kom op. Kom. Oeh. Oké. De laatste keer. Kom op. Eén. Twee. Drie. Yes, we hebben hem gelijk. Hoppa. Dit is de derde keer dat wij de derde legendary in Pokémon. Dus hiermee zijn we al klaar. En nu moeten we naar Peony. Om alles te doen. Oké, dames en heren. Dit was de aflevering. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Doe een blauw duimpje omhoog als je de video leuk vindt. Je rechts kan abonneren op mijn YouTube kanaal. En ja, de volgende keer gaan wij de clue 2 doen. En dat is met tempels. Dus dan zie ik jullie dan de volgende keer weer. Doei!